Drie jaar geleden maakte Hans Groot de keuze om zijn droom te gaan volgen en sloot zijn banketbakkerij. Dat was een culinaire shock voor veel Tielenaren. Vandaag zijn we hier in Lelystad om Hans te ontmoeten en vragen we ons af, hoe is het nu met Hans Groot? Mijn naam is Gijs Peters, welkom bij Zomervisite. Hans, leuk dat je ons hier wil ontvangen in Lelystad, Marina. Ja, Gijs, welkom. Ja, en we vinden het ontzettend leuk dat je mee wilt doen aan dit programma Zomervisite. We kennen elkaar natuurlijk al best lang, eigenlijk al als mannetjes, kleuter, ja. Want we zijn natuurlijk allebei geboren in een bakkersfamilie. Maar we gaan het natuurlijk vooral over jou hebben vandaag. Ja. Want je bent geboren in de bakkerszaak in Weerstraat, ja, in Tiel? Ja, klopt. Ik ben mei 61. En toen zaten mijn ouders hadden toen een bakkerij in de Weerstraat. En daar ben ik inderdaad geboren, ja. Ja. Dus geboren getogen Tielenaar. En daar hebben jullie hoe lang de winkel gehad in de Weerstraat? Tot aan 72. Tot aan 72 toen, even kijken, een goede collega van mijn ouders, Waldman, die had een zaak in de Waterstraat. Die moest er om gezondheidsredenen mee stoppen. En die vroeg aan mijn ouders of die het over wilde nemen. Ja. En ja, dat was een kans. Dat was mooi. Ja. Ja. Hey, en hoe oud was je toen jullie gingen verhuizen van de Weerstraat naar de Waterstraat? Dan moet je 11, hè? 11, 12 in die koers. Ja. Ja. Maar altijd al de ambitie gehad ook om zelf bakker te worden? Ook, of wanneer is dat gekomen? Dat je zei van nou, ik wil... Ja, ik heb eigenlijk van jongs af aan gezegd, ik word banketbakker, ja. Ja? Ja, ik heb... toen ik 3 was, stond ik al op een bus in de bakkerij te friemelen. Ja. En niet dat ze er veel aan hadden, maar ik vond dat leuk. Ja. En ik moet zeggen dat... ik heb dat gezegd, van ik wil graag bakker worden. En mijn ouders hebben dat eigenlijk altijd een beetje... Nou, niet tegengehouden, maar gezegd, joh, wacht nog maar even, er zijn andere leuke dingen. Ja. Maar op een gegeven moment MAVO gedaan. En dan moet er een opleiding gekozen worden. En toen ben ik naar Wageningen toe gegaan. Ja. MBBO in Wageningen, middelbaar brood- en banketonderwijs. Ja. En toen was het voor iedereen wel duidelijk dat... Dat jij in ieder geval in de zaak ging. Ja, want zo gaat dat dan, hè? Dan ga je de zaak overnemen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, ik weet nog wel vroeger ook toen... Jullie waren altijd best wel vooruitstrevend, ook met etalages maken. Ik herinner bijvoorbeeld zelf nog Corso op een koer helemaal van marsepein. Ja, ja, ja. En dat was toen prachtig als kind, als je daar zo met je neus tegen het drama zat. Maar we hadden natuurlijk thuis ook die bakkerij, maar daar mocht ik dan nooit over praten. Want ja, dat was dan... De sfeer was onder die bakkers altijd wel goed vroeger. Maar er was er altijd wel eens ook nog sprake van een gezonde... Ja, als concurrentie toch ook. Gezonde concurrentie. Ja, zo was het. En toen heb je natuurlijk heel lang met je vader samengewerkt. Met Roel, hè? Roel Schoon, die kennen we natuurlijk ook allemaal nog wel. Mensen noemen mij nu nog af en toe Roel. Dus in die zin is die naam wel gebeiteld, ja. Ja. Ik ben, even kijken, bakkerschool ben ik daarna in dienst geweest. Heb ik een jaar of 4, 5 overal in het land gezeten. Een jaartje hier, een jaartje daar. Rotterdam, Enkhuizen toevallig, Den Haag. En er waren collega's waar ik dan een jaar werkte. En dan verschillende bedrijven gezien. Mm-hmm. En toen ben ik denk ik in 85 of 86 als medewerker bij mijn ouders begonnen. Mede erin gegaan. Ja. Ja. En in 88 medevernoot geworden. Ondertussen ook getrouwd. Mm-hmm. En samen met mijn echtgenoot erin. Dus dan hadden we 4 ondernemers. Mijn ouders en mijn ex en ik. Ja. Toen zaten we al in de Waterstraat natuurlijk. Ja. Ja. Gaandeweg hebben we in 96 volgens mij een grote verbouwing gehad. Mm-hmm. Toen moest er eigenlijk gas gegeven worden, maar toen gingen mijn ex en ik scheiden. Dus vandaar ex. Ja. Dat hakt erin natuurlijk. Ja, eigenlijk was het moment dat we vanaf dat moment dat mijn toenmalige echtgenoot en ik die zaak helemaal zouden doen. Maar dat ging niet helemaal goed, dus toen zijn mijn ouders nog een tijdje langer gebleven. Ja.
Maar in, moet ik zeggen, 2000 heb ik toen de boel, zeg maar, helemaal overgenomen. Ja. En wel een gaandeweg, zoals dat met vader en zoon vaak gaat. Ja. We hebben ook wel veel prijzen gewonnen, hè? In bepaalde categorieën. Ja, wij waren wel goed. Ja. Dat is dus misschien deel, een beetje onaardig om dat voor jezelf te zeggen. Nee, maar dat is het. Maar wat waar is waar. Waar jij het over had, de Corso's, dat deden mijn ouders. Maar zolang we publieksprijzen hadden van het Corso, hadden we voor die etalage ook regelmatig een prijs. Later bij de vakjury werd dat anders. Onze boterletter, daar maakten we er ook veel van. Maar onze boterletter is werkelijk landelijk een aantal keren als de beste naar voren gekomen. Ja. Nou, dat is leuk. Ja. En 2010 was denk ik wel top. Want wij waren toen lid van Heerlijk en Heerlijk. Mm-hmm. En in 2010 was ons bedrijf eigenlijk gemiddeld het beste van heel Heerlijk en Heerlijk. Mm-hmm. En als je dan praat over een 100 collega's met een 150 vestigingen. En je komt daar gemiddeld als beste uit. Ja. Dan is dat wel een chapeau. Ja, dat denk ik ook. Ja. Zakelijk heb ik daar te weinig mee gedaan. Maar voor mij persoonlijk was dat wel chic. Ja. En voor mijn medewerkers was dat ook super. Dat motiveert natuurlijk extra om er weer eens goed tegenaan te gaan. Hè? Nou ja, als je zoiets voor elkaar krijgt, dan geeft iedereen gewoon een upper van jongens, fantastisch. Ja. Ja. Dus we hebben regelmatig iets leuks gedaan. Ja. Dan ben je zeg maar 30 jaar voor jezelf ondernemer geweest, hè? Dus los van je ouders. Maar hoe was het om met je vader toch ook nog zo'n tijd te werken? Want ja, mijn ouders en ik hebben eigenlijk een hele goede band. Dus daar werk ik mee. Mm-hmm. En voor mij persoonlijk, ze zijn er altijd geweest om mij te ondersteunen. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen om mij niet heel erg voor de voeten te lopen, zeg maar. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen dat zij hebben hun weg. Als ik dan iets wil, dan heb ik mijn weg. Zij hebben zoveel jaar ervaring en dan valt het niet mee om te zeggen, joh, zou je dat wel doen of weet ik wat. Ja. Nou, natuurlijk hebben we er wel over gesproken, maar ik heb altijd heel veel steun aan ze gehad en eigenlijk weinig last. Weinig last. Ja, gewoon goed geraakt. Ja, als je het hebt over een familiebedrijf, ja, dat waren we. Ja. Ook met de medewerkers, mensen die 14 jaar, 16 jaar bij je werken. Ja, dat zegt ook wat. Ja. Dat zegt zeker wat. Ja, ja. Hey, maar dus zeg maar totaal zijn zo'n 40 jaar in de zaak gezeten. Hè? Dan heb je ook natuurlijk die binnenstad van Tiel zien veranderen. Ja. Heb je daar nu een gedachte over? Of wil je daar iets over zeggen? Vind je die veranderingen positief geworden of vond je het vroeger beter? Ik vond het vroeger niet beter, kan ik je zeggen. Hm. Ik heb ook in de ondernemersvereniging gezeten van Tiel. Wat ik altijd geprobeerd heb, is een soort samenwerken voor elkaar te krijgen. En ik vind dat zelfstandigen te weinig samenwerken. Mm-hmm. Ook in een centrum. Ja. En als ik nu kijk, ik heb er nu niet zoveel kaas meer van gegeten, maar van een paar jaar terug, dan vond ik de samenwerking tussen gemeente, ondernemers beter dan jaren terug. En ook wat ik van mijn vader gehoord heb, zeg maar. Heel veel mensen zijn het niet met mij eens en ze zullen mopperen op wat ik zeg, maar ik denk dat die reclamebelasting, waaruit nu zeg maar de budgetten bepaald worden voor die stadsondersteuning, ik denk dat dat goed is. Want wij hebben vroeger altijd in een stad van 250 vestigingspunten, hebben wij met een kleine 100 het altijd betaald. Ja. Ja, want er was altijd discussie als er een feestverlichting moest komen. Wat dan ook. Dat V&D maar 10 keer het bedrag betalen, want die hebben meer gegeven. Dat was altijd, ik heb zelf ook nog eens een keer in zo'n commissie gezeten. Ik ben zelf een hoop gedoe altijd over kleine dingen. Ja. Die, je stopt er veel energie in, je gaat langs de weg. Maar sommige bedrijven doen altijd mee, andere nooit. En heel veel energie. Ja. En nu heb je toch een andere insteek. En ik zie dat als een positief iets. Ja. Daarnaast denk ik, en daar heb ik altijd gedacht, het maakt niet zoveel uit waar in die stad het leven is, als er maar leven is. En dan moet je als ondernemer er maar voor zorgen dat die mensen ook naar jou toe komen. Ja. Maar ik vind het belangrijk dat er evenementen zijn. Ja. Dus ik had natuurlijk wat te eten,
En kijk, veel ondernemers mopperen op Appelpop en Corso. Mm. Voor mij was dat wel goed, ja. Zeg ik eerlijk. Verdiende ik goed eten, geld. Eten, drinken natuurlijk in, eten, drinken. In dat weekend, ja. Maar ik vond ook, je hebt dan zoveel mensen te gast in je stad, daar moet je wat aan doen. Ja. En ik probeer er altijd wel een beetje groter naar te kijken dan ik zelf was, zeg maar. Mm, ja. En dat lijkt me voor een centrum het belangrijkste. Ja. Hey, je had het net over die samenwerking, maar de samenwerking tussen de bakkers onderling. Die was in onze tijd goed. Hè? Jij zei al, van ja. Vroeger was die relatie best goed onder die bakkers. Ja. Maar wij hadden de vereniging de Tielse Bakkers. Hè? Dat is waar. En we hebben 5 keer het Tiels ontbijt met z'n allen gedaan. Inderdaad. En dus wij hadden wel een leuke club collega's. En het pand heb ik verkocht. Ja. Aan iemand. Mm-hmm. Maar Han van Mook, van Bakkerij Bouwman, huurt dat nou weer. Ja. Dat vind ik op zich ook wel leuk. Ja. Zeg. Je doet het goed ook, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Hij doet het goed. Maar ik vind het ook wel leuk dat Han en Anita dat weer doen, zeg maar. Ja. Ja. Die Tielse Bakkers, dat was een leuke club. We hebben daar schik mee gehad. We gingen ook samen op pad. Ja. 1 keer per jaar of zo, want we waren natuurlijk allemaal druk. Ja, ja. Maar die iets lenen of gebruiken van elkaar of zo, dat was nooit een probleem. Nee. Zo konden we ook jonge medewerkers wel eens een dag rondsturen voor het appeltatenmes. Dat was natuurlijk net altijd overal ergens anders. Maar ga jij het appeltatenmes maar even bij Van Ooy halen. Ja. Ja. Hey, en toen in 1 keer de vlam in de pan. De brand. De brand was wel in 1 keer. Ja. Donderdag, middag. Ik had een uur of 3 soezen gebakken. 4. Uit de oven. De oven is dan heet van soezen. Ik had hem uitgezet. En ik ben in die bakkerij bezig. En het is 5 uur. En ik denk, ik ruik iets. En er is een schakelaar in die oven bovenin niet goed gegaan. Dat was een elektrische oven. En ik dacht dat de oven uitstond, maar elementen zijn doorgegaan. Dat is in de pijp gegaan. De pijp is naar boven doorgeslagen. En tegen de tijd dat we ontdekten dat het brandde, meteen brandweer gebeld. En voor mijn gevoel was hij er ook snel. Nou, toen niet, maar achteraf wel. Nee, achteraf wel, ja. Vreemd. Ik dacht dat ik gek ben. Ja. Je ziet letterlijk je levenswerk in de fik gaan. Ja, ik wist daar niet hoe en wat. Nee. Dat is een van de slechtere momenten geweest in mijn leven. Zeker toen de vlammen eruit kwamen. Mm-hmm. Dat is een slecht moment. Een dikke zwarte bladzijde. Ja, maar we zijn ook 5 maanden dicht geweest. Ja. Hè? Eerst verzekeringsgedoe, ja. Dan weer opbouwen. Ja. Proberen weer wat geld te lenen links en rechts. Nou, de bank deed niet echt mee. Wel die centen bij elkaar kunnen scharrelen. Boel mooi verbouwd. Mooie ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Maar was het ook, kon je je toen nog wel motiveren naar die brand? Om er nog weer zo vol in te gaan? Ja, dat denk ik wel, ergens. Mm-hmm. Hoewel het wel zo was dat in december, toen normaal ben je dan druk. En nu heb ik dan in december wat meer tijd gehad. En toen dacht ik werkelijk december 2012, voor wie doe ik dit nog? Mijn kinderen zijn het huis uit. Mm-hmm. Ik ben alleen. Alleenstaand in ieder geval. Mijn ouders hoeven er verder ook niet meer echt van te leven. We hadden op dat moment 12 medewerkers. 9 FTE's. Een hele club. Dat is een hele club. De economie zat niet heel erg mee. En de tendens over gezondheid zat niet echt mee. En ik heb al heel lang, ik zeil al heel lang. Ja. En ik had al heel lang geleden, dan moet je denken aan toen ik een jaar of 30, 35 was. Had ik al een keer bedacht, als ik wat eerder stop met mijn bank en bakkerij, dan ga ik naar Enkhuizen, de zeevaartschool doen. Mm-hmm. En dan ga ik varen. Punt. Ja. Zo. Ja. Hele. Maar heeft die brand ertoe bijgedragen om toch sneller voor die droom te kiezen? Die brand heeft ervoor gezorgd dat ik erover na ben gaan denken. Ja. En ik denk dat ik tot dat punt nog steeds heel enthousiast bankerbakker was. Mm-hmm.
Ik noem dat zelf altijd koekenbakken, maar in ieder geval heel enthousiast. Ja. En zo'n hele nieuwe zaak is ook leuk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat komt dan na die brand, maar dan ben je er weer. En nou, dat is gewoon super. Ja. We draaien ook niet slecht. Maar ik had bedacht, ik doe dit nog 5 jaar, dan draait het weer een beetje, dan ben ik uit die grootste kosten. Probeer ik een koper te vinden. Dat duurt weer 5 jaar. Nou, dan ben ik ongeveer 62. Dan is wel mooi geweest. Zo had ik het bedacht. Ja. Maar wij waren geopend in april 2013. En in januari 2014 komt er iemand bij mij de winkel in. En die wil niet mijn zaak kopen, maar het pand. En ik zei, ja, daar heb ik wel meer mensen van gehad. En die dat pand willen hebben. En noem maar op, zus en zo. Nou, hij schreef gewoon een bedrag op zijn visitekaartje en gaf dat aan mij. En toen ben ik daarna met mijn accountant, daar had ik toevallig een afspraak mee. Ben ik dan naartoe gegaan, eerst het jaar is doorgesproken. En toen vroeg ik aan hem, hoeveel geld heb ik eigenlijk nodig als ik de hele boel gewoon stop? Ja. Gewoon, klaar. En ja, hoezo? Wij zitten rekenen. En ik zei, ja, dit is het geval, dus ik liet dat kaartje zien. Hij zei, nou, ik had in de beste tijd van de huizen had ik nog niet zo'n bedrag daarvoor kunnen krijgen. Ja. En wij alles op een rijtje gezet. En eigenlijk kon ik al mijn schulden betalen en mijn medewerkers netjes begeleiden. In ieder geval voor mijzelf netjes. En ik hoop ook voor hun netjes. Maar goed. Maar ik kon mijn zaak stoppen. En dan zou ik niet veel overhouden, maar ik was wel vrij man. Je was vrij man en je kon je droom achterna. En toen heb ik besloten, eigenlijk heel snel, dat doe ik. Want hoe groot is de kans dat over 4 jaar er weer in komt? Ja. Ja, een logische stap. Maar goed, dan heb je die uiteindelijk die beslissing na veel afwegen, wikken en wegen genomen. En dan lijkt me het zo moeilijk, dan moet je in één keer naar je ouders toe. Die daar ook ziel en zaligheid in zo'n zaak hebben zitten. Ja. En die moet je dan gaan vertellen van, ik ga ermee stoppen. Ja. Dat lijkt me een hele moeilijke dag. Ja, ik had er met mijn ouders al over gehad voordat ik naar de accountant ging zelfs. Maar dat was voor mij geen eenvoudig moment. Mijn vader zei, ik begrijp het wel. Dat vond ik een enorme knappe opmerking. Ja. Zij hebben het altijd met z'n tweeën gedaan. Ik heb het die grootste tijd in mijn eentje gedaan. En dan is niet in je eentje. Tuurlijk hebben medewerkers en iedereen geholpen. Maar als je een echtgenoot hebt, dan kun je daar nog eens over hebben samen. Ja. Ja. En die had ik niet. Dus, ja. Zij zagen wel in van, nou weet je, het is geen domme beslissing geworden. Nee. Dat was wel een beetje een opluchting, denk ik, of niet? Dat ze er zo in stonden. Ja, dat was inderdaad een enorme opluchting. Ja. Ik had wel tegen het gesprek opgezien. Het was voor hun niet eenvoudig. Dat heeft ook wel een tijdje geduurd. Ja. Want voor het Tielse waren we toch een begrip. Ja, zeker. Maar voor mijzelf, persoonlijk, nu, een paar jaar verder... Ja, is het gewoon een hele goede beslissing. Hele goede beslissing geweest. Ja, ja, ja. Goed, dan heb je die beslissing genomen, winkel dicht. En toen ben je naar Enkhuizen gegaan, want die droom die had natuurlijk nog wel een papiertje nodig. Ja, 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 ja. Ja, ik ben inderdaad naar Enkhuizen gegaan, samen met Huub van der Heijden. Ja. Oh, ik vond dat ook een leuk plan. Mij wel bekend. Ja, ken jij, ja, ja. En dus Huub en ik iedere zaterdag naar Enkhuizen. En hebben we kleine zeilvaart gedaan. Stuurman kleine zeilvaart, zo heet de opleiding. En dat is een half jaar in Enkhuizen, iedere zaterdag er naartoe. Thuis leren en dan een aantal examens. En dat is een beetje toch een internationale school, want er komen mensen van over de hele wereld. Omdat dit specifiek op zeilen gericht is. Ja. En dat heb je eigenlijk nergens anders. Toen geslaagd, was leuk. Want dat heb je nodig om in een groep te kunnen varen op zee, dat papier? Je hebt als je het diploma stuurman kleine zeilvaart hebt, dan heb je nog een aantal dagen ervaring nodig. Dus 180 zeedagen heb je nodig. Ja. En dan krijg je de vaarbevoegdheid. En je hebt een vaarbevoegdheid nodig om met gasten op zee te mogen varen. Ja.
En die opleiding, die helpt jou om dat te krijgen. Ja. Het is net als een zeevaartschool in IJmuiden of Terschelling of weet ik wat. Mm-hmm. Dat is ook een stuurmansopleiding. Ja. Alleen is dit specifiek op zeilschepen gericht. Ja. Maar het is een volledige, volwaardige stuurmansopleiding. Ja. En je loopt nu voor de tweede zomer volgens mij. Ja. Nu, ja. Ja, stage. Ja, op de Kaap Mossel is dat? Op de Kaap Mossel. Ik vaar nu op het IJsselmeer en wat. Ja. Deze zomer lekker druk. En ik moet in totaal 180 vaardagen hebben. Mm-hmm. En dan heb ik mijn rating deck, zo heet dat. En dan kan ik op een zeeschip aan de gang. En dan moet ik 180 dagen op een zeeschip varen. En dan wordt mijn papiertje een vaarbevoegd. Vaarbe, ja. En ik heb ondertussen ook grote zeilvaart gedaan. Mm-hmm. Ja. Dus als ik die 180 dagen erop heb zitten, mm-hmm. dan ben ik stuurman alle zeilschepen all over the world. Oké. Okay. Dus, dat is dus dan kan Hansen los, hè? Dan kunnen we gaan, ja. Ja, ja. Een detail daarbij is nog wel dat ik nog nooit meer als een week op zee gezeten heb. En ik altijd wel binnen een of twee dagen weer in de buurt van land was. Ja, ja. Dus hoe een oceaan oversteken gaat, weet ik niet. Dat moet ik ervaren, maar dat ga ik wel doen. Dat gaan we horen van ja, je. Ja, dat is goed. Ik stel voor dat we even op het schip gaan kijken. Ja, is leuk. Het is gezellig. Okay, dan lopen we daar even naartoe. Tot zover zomervisite met Hans Rood. Wilt u een keer varen met Hans, dan kan dat. Kijk op kaat-mossel.com. Tot de volgende zomervisite.